De nabestaanden van de slachtoffers van de decembermoorden zijn ervan overtuigd dat er een rechtvaardig oordeel geveld zal worden bij de uitspraak op 31 augustus. Dit zei Sunil Umrao Singh, voorzitter van de stichting 8 december 1982, gisteren na verloop van de strafzaak tegen ex-bevelhebber Desi Boutersen. De voorzitter zegt dat er alleen ten aanzien van het tempo van de behandeling van de zaak ontevredenheid bestaat. Wij hebben gedurende de afgelopen 10, 12 jaren gezien, met onze ogen en met onze oren gehoord, dat de heer Boutersen bijvoorbeeld het interview met de heer Kamperveen heeft gehad in Fort Zeelandia op de bank. We hebben ook gehoord dat de heer Boutersen en de andere verdachten aanwezig zijn geweest, de opdracht hebben gegeven aan een peloton om mensen dood te schieten. Daarnaast hebben we ook gehoord en gezien dat er een draaiboek is geweest en men wilde dat bagatelliseren, dat elke militaire operatie een draaiboek heeft. Maar er is kalm nagedacht over deze lugubere moorden. Er is geen enkele twijfel dat de mensen die zijn veroordeeld terecht zijn veroordeeld. Umrao Singh zegt verder dat het laatste woord van Boutersen gisteren in de rechtszaal een politiek praatje was. Hij is ervan overtuigd dat de verklaringen van de ex-president niet gerechtvaardigd zullen uitkomen. Advocaat Erwin Kanhai zegt dat Boutersen erbij blijft dat het oordeel van de officier van justitie niet rechtvaardig is. Umrao Singh is van mening dat Kanhai en Boutersen ook geen empathie tonen aan de nabestaanden door te volharden in hun bewoordingen.